vaccine is important. It's of little use until you're vaccinated. So how do we get the vaccine? How do we get over 300 million Americans vaccinated? What's the game plan? It's a huge, huge, huge undertaking. To get it done, prioritize those greatest in need, and working our way through it, and also cooperate with the World Health Organization and the rest of the world in dealing with this. Ja, we zagen de nieuw gekozen Amerikaanse president Joe Biden praten over het plan om 300 miljoen Amerikanen te vaccineren. Een helder verhaal, maar saai, saai. Kijk, dit gaat het de komende 4 jaar zijn. Afgewogen en coherente zinnen. Kijk, als Donald Trump nog president was geweest, dan was dat vaccinatieplan waarschijnlijk al uitgevoerd. Dat was heel erg goed gegaan, namelijk het beste van de hele wereld. En COVID was voorbij. Maar ja, dat soort dingen hoor je niet in de fake news media. Donald Trump is aan het uitbollen tot 20 januari. Hij staat ongeveer iedere dag op de golfbaan. En onderweg zwaait hij op zijn eigen ongemakkelijke manier naar zijn fans. One more, yes! I'll be back. Trump heeft nog steeds niet toegegeven dat hij verloren heeft, omdat hij dat zelf namelijk echt niet vindt. Gisteren tweette hij nog dat hij gewonnen heeft. En in een aantal staten worden nog steeds rechtszaken voorbereid om dat te bewijzen. De oorlog tegen de media die Biden hebben uitgeroepen tot winnaar is ook volle sterkte. Trump heeft al een plan om een eigen mediakanaal op te starten. Allemaal omdat de bestaande kanalen de waarheid niet spreken en fake news verspreiden. Ook Trumps advocaat Rudy Giuliani vertelt op zijn YouTube-kanaal dat de fake news media duizenden stukken bewijs van verkiezingsfraude achterhouden. Maar hoe moeten wij dan achter die waarheid komen? And the only way we get around it is by going around them, getting on OAN or Newsmax or local radio or some radio stations that are brave enough to publish this. Blijkbaar gebruikt het hele team van Trump dezelfde oranje make-up. En hij verwijst dus, de Oompa Loompa, hier naar OAN en Newsmax. Twee zeer conservatieve rechtse media die via internet een ander geluid laten horen met eigen talkshows. Dit is bijvoorbeeld een talkshow op Newsmax. There is movement on reconciling the presidential election, despite the premature and agenda-driven celebrations in the biased press of a supposed Biden win. Yes! Verzoening is nabij. Kijk, en als het regent in Amerika, dan druppelt het bij ons. Ook hier is de fake news media natuurlijk alomtegenwoordig. En ook hier is er wel eens ruimte voor een ander geluid. Wat niet gedragen wordt door een linkse agenda. En daarom was er onlangs de eerste aflevering van VBTV. Uit de koker van Vlaams Belang. Kijk, daar zit hij. Collega-presentator Tom van Grieken. Hij ontvangt in een vrij progressief decor, als je het mij vraagt. Allemaal gasten die in zijn eigen partij zitten. Zo was fractievoorzitter Chris Janssens de gast. Maar wie schoof er ook aan? Bij mij zit Tom van den Driessen, Europarlementslid voor het Vlaams Belang en hoofd van onze studiedienst. En Tom, jij was ook aanwezig op die fact-founding mission aan de Grieks-Turkse grens. Yes, een fact-founding missie. Dus niet fact-finding, waarbij je op zoek gaat naar feiten, maar fact-founding, waarbij je feiten laat ontstaan. Kijk, Dries van Langehoven werd naar de Turks-Griekse grens gestuurd om te kijken hoe het daar gaat met de vluchtelingen. Ze lieten dit fragment zien. I did there, no problem. I want you dead. I want you dead. Ja, het is een heftig fragment, maar dit blijkt dus origineel een oud fragment te zijn. Uit 2015, opgenomen aan de Grieks-Macedonische grens, waarin de jongen aangeeft zichzelf te willen doodmaken vanwege de ellende waar hij op dat moment in zit. Maar daar heeft VBTV dus een stukje fact-founding van gemaakt.